consider this carefully, right? We never really thought about having a baby. I know we never thought about it before, but I think we have to find a way to keep this baby. There's more to life than just having a successful career. No, that career is what we've worked for. I haven't got the time to raise a brat. But this baby could bring us together again. And we'll still have time left to do the things we've always wanted. You think so? If we want to keep it, would you be able to take care of it and keep your job? Well, I think we'll both need to compromise. But if we work together, I mean, we're still young. We can manage it. Don't pressure me. Fire!
Dankjewel, Dynamo! Wij zijn After Forever en ontzettend blij dat we eindelijk op Dynamo staan. Te gek dat jullie hier ook zijn. Jullie hebben net wat gehoord van onze nieuwste CD in Visible Circles. Dit is My Pledge of Allegiance van ons tweede album Disciple. Thank you.
is niet van After Forever. Zit wel in ons repertoire. We hebben hem zelfs opgenomen op een mini-cd'tje genaamd Exordium. Voor de mensen hier vooraan, ik geloof dat jullie het al wel weten. Dit is Iron Maiden's The Evil That I Do. Yeah!
is een nummer van onze Exordium EP. Dit is Glorifying Means.
nummer hebben wij een clip gemaakt. En hebben we een single van gemaakt. En hebben we ook gewoon op ons album staan, gelukkig. Dit nummer heet Digital Deceit. Oh,
Damo. Okay. Het volgende nummer komt ook van onze nieuwe CD. Het is een conceptalbum. Heeft dus één onderwerp, een verhaal. Dit is een deel daarvan en het heet Spruce Cries.
forever. Don't do it. Bedankt voor deze onvergetelijke dag. Ben ik nog wel te horen, ja, oké. Dank jullie wel. Heel veel plezier met alle andere mensen hier vandaag. Hopelijk tot de volgende keer.